Afgelopen woensdagavond om 19:30 liep de cultuurkoepel van Heilo vol met jongeren die zich hadden ingeschreven voor een goedkope woning in het nieuw te bouwen plan Park Westerhoeve. Het plan wordt gerealiseerd aan de Westerweg op het voormalige campingterrein van Theo Kaandorp. Er waren 338 inschrijvingen op dit project. Doordat er een aantal eisen waren aan de inschrijvingen, werden alle mensen buiten Heilo en Limmen uitgesloten van inschrijving. In totaal waren er 30 woningen te verloten, waarvan 24 woningen voor inwoners uit Heilo en 6 woningen voor mensen uit Limmen. Van harte welkom in de cultuurkoepel bij de openbare loting voor de tussenwoningen voor Park Westerhoeve. Mijn naam is Hans de Visser, ik heb dit project ontwikkeld en ik mag jullie vanavond door deze avond heen loodsen. Ja. Spannend. Maar voor mij ook, eerlijk gezegd, want we hebben dat nog nooit eerder gedaan. En dan hoop je dat je wat mensen om je heen kunt verzamelen die dat wel hebben gedaan. Nou, dat is dus niet zo. Dus, we gaan het zien. Als ik de fouten ga, dan zijn we daar allemaal getuigen van. Mei 2021, toen is dit avontuur begonnen. En Theo Kaandorp kwam naar mij toe en zei, ik heb een camping, daar ga ik me stoppen. En ik wil net zoiets als de vereniging nemen. Vraag ik nu Ronald Velik naar voren. Ja, hij moet het. Hartelijk welkom. Mijn naam is Ronald Velik. Ik ben onder andere wethouder van ruimtelijke ordening en wonen. En dank Hans voor de uitnodiging. Wij hebben sinds ik wethouder ben geworden wel het een en ander gejudo'd heen en weer, maar wel vanuit de gezamenlijke missie om daar een mooi plan te realiseren met betaalbare woningen. Je moet je voorstellen dat een ontwikkelaar wil iets, maar wij hebben ook mensen die kijken naar de kwaliteit, naar de stedenbouw. Nou ja, in een aantal sessies zijn we er uitgekomen. Ik weet dat meneer Kaandorp aanwezig is, die overigens niet graag in de belangstelling wil staan, maar die volgens mij ook echt waardering verdient voor het feit dat hij wat na wil laten. We moeten zien hoe het loopt en ik weet dat er een aantal van jullie vanavond gelukkig de deur uitgaan en dat de zoektocht naar een betaalbare woning voor een groot aantal van jullie ook blijft. En ik heb dat in mijn hart, wees daarvan overtuigd. Nou, en nu hebben we echt alles al gehad en dan gaan we over tot de orde van de dag. En dan wil ik vragen om de eerste rol te trekken. Mevrouw Anouk Annemaria van Vechten. En daar komt iets spreken. Gefeliciteerd. Baal nummer 3, eerste voorkeur. Schrijf je naam aan mij. En jouw eer om de buren te trekken? Ja. Of vader wel. Dankjewel. Oké, jullie hebben genoteerd waar Anouk vandaan kwam. Dat was Limmen. Oeps, ik zie al mensen op de Limmen denken, oh god. En dat wordt nog erger, denk ik. De heer. Petrus Maria, oftewel Peter Poel. Gefeliciteerd. In jouw geval is het ook makkelijk. Bouw nummer 20. Nou, zit je naam al naar buiten.
Dit gaat sneller dan gedacht, maar dat zijn de eerste.